Innoveren is niet alleen noodzakelijk, maar ook leuk en nuttig. Kun je dat uitleggen? Het is vooral ontzettend leuk omdat het zoveel energie geeft in je organisatie. De manier waarop je met collega's bezig bent om iets te verwezenlijken. Maar het is ook heel nuttig, want als je kijkt hoe het met een bedrijf is, je hebt vaak met de drie P's te maken. De people, de planet en de profit. En wat mij ook opvalt is dat het vaak met alle drie te maken heeft. En dat zie je nu ook, dat je bent zeg maar met passie met mensen bezig. Je bent bezig met een product wat minder belastend is voor onze aarde. En als derde aspect, en ook niet onbelangrijk, is dat je ziet dat je er ook nog profit mee kan maken. Dus dat is echt een enorme stimulans om met innoveren bezig te zijn. Wat kunnen we van je verwachten op inspiratie? Nou, wat mij echt leuk lijkt om met alle aanwezigen gewoon te delen hoe de dwarsligger is ontstaan, maar ook hoe we daar een succes van hebben kunnen maken. Het is leuk om eens te vertellen hoe is nou dat prille begin, hoe komt een idee boven, maar aan de andere kant ook welke aspecten loop je tegenaan. En ik denk bijvoorbeeld aan een rotonde, een strategische rotonde. Lijkt me leuk om eens iets over te vertellen. Hoe heeft de klant centraal gestaan om er een succes van te maken? Hoe hebben we dat met samenwerking gedaan? Er valt veel meer over te vertellen dan alleen maar het ontwikkelen van een product. Naar welke andere sprekers kijk je uit op inspiratie? Ik ben heel benieuwd naar het verhaal van Oscar Kneppers. Als ik het ook gelezen heb, hoe hij heerlijk een pionier is, hoe hij durf heeft. Maar hoe die bijvoorbeeld ook laat zien dat iets met branding te maken heeft. Dat je eigenlijk gewoon met een soort platform, een lezersgroep bezig bent. Nou, dat is iets wat mij ook enorm bezighoudt. Dus ik zou graag van hem willen leren van hoe kun je dat voor bepaalde doelgroepen beter uitwerken. Ik zie echt ernaar uit om dat verhaal van hem te horen.